avond. Hey mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we een ritje doen dat we gisteren ook een opname gedaan en een video gemaakt. En we hebben onze vrachtwagen aangepast. Het is gold. Een houtkleurig kleurtje, maar we kunnen nog niet zoveel aanpassen. Maar we gaan vandaag verder met wat geld te verdienen. We hebben nu nog maar 17.348 euro. En we gaan kijken of dat we nog een ritje kunnen doen met een eigen trailer. Dus we gaan kijken bij Ladingmarkt. En dan... We zijn in Dion. Dus we kijken van Dion naar Parijs. En dan gaan we kijken... 14.000 Dion Porto. Oké, dat wordt een kort ritje richting Parijs, maar dat brengt het meeste op omdat we ook nog een laag level zijn. Gaan we een klein beetje lager zetten. Voilà. En zoals je ziet mensen, is dat de vrachtwagen. Dus, en we gaan nu verder. En nu zo rijden. Dan zouden we niet ver moeten zijn. Turn right, and then turn right. Turn right. We are finished. Dus dan gaan we deze aannemen. Nog niet. Hè?
En nemen we onze lading aan. Steken onze lichten aan. En ik heb ook al een naam bedacht voor de vrachtwagen, Goldie. Gaan we hem noemen. En dus we zijn nu onderweg voor extra geld te verdienen voor onze vrachtwagen. Dat we nog een betere motor kunnen insteken en ook ons bedrijf kunnen upgraden. Dus dat is wel heel belangrijk. Oh, en we hebben nog een keer regen bij. Max 5 uur op ons gemak rijden. Ik ga het ook nog een keer herhalen in die video. En wat dan weer een eigen YouTube kanaal. Op haar YouTube kanaal noemt ze Ashley van den Brand, maar haar intro noemt Ashley's Keuken. Maar je kunt je naam ook aanpassen, hè? Op YouTube. En ja, ga ze een keer gaan abonneren en een keer omhoog en een keer. Maakt niet uit wat hij doet, maar ze is net begonnen en
de support kan ze wel gebruiken. En babe. Waar binnenkort, weet dat ik mijn interieur kan veranderen. Nu kan ik het nog niet. Waarschijnlijk wel ik een level hoger ben. Dus, ik heb mijn trailer ook naar de kleur gezet van de vrachtwagen, dus ik moet een mooie oefening. Waarom hij op uw rem heen? Het is niet omdat er een toch op uw rem moet gaan, hè? Oh, ik dacht al. Pipo's op de baan, zo. Die gaan nu letterlijk in een vrachtwagen zijn poep gaan op. Gewoon een rustplaats, dus daar kan ik niet tanken. Ja, tanken hoef ik niet per se. Ik kan het makkelijk halen, dus. Maar ik ga dit wel doen als ik mijn volgende ritje ga doen.
Jij rijdt niet tegen Goldie aan of ik kom met mijn kont. Ja, wat, sorry mensen. Ik ben er nog een beetje moe. Nog een klein beetje moe. Zekerheid bijtanken. Ik heb een tank van 600 liter, dus €1,84 de liter.
132. Kleine momentje nemen. Ah, het is nog een accident gebeurd op de afrit dat ik moet hebben. Accident op een oprit. Moet toch ook een rare kwap zijn om dat mee te maken.
die gaan me weer extra ton laten betalen om... Oh, waarom? Nou, gewoon weer omrijden. Hij moet... Ik moet nu een uur extra omrijden om gewoon voor een U-bocht te maken. Ja, dus. Keep right and then exit right. Hell no. Oh, in Frankrijk, jullie dure veugels. Ik ga nu twee keer een tol moeten betalen om gewoon mij te kunnen keren. Rond één rondpunt. Huh? Ja. Oh, zo kloten. Ik weer 22 euro. Fucking piep. Exit now. Die mensen aan de tollijst moeten ook denken, oeh, zij hier terug? En dat was een normale ritje van 5 uur, hè?
Gewoon omdat er één accident gebeurd is op een oprit. Ja. Ik heb wel een voordeel, ik mag wel 90 rollen. Hoe kijken, ik ga aan Parijs komen, ik ga nog je tol mogen betalen bij. Hè. Zo duur zijn de Fransen dus. Afremmen, afremmen, afremmen. Hey. Hij ging ook niet afremmen, net mijn DAF. Je ziet dat mijn pinker eraan zat. Rij hij tegen Goldie, dan geef ik een goede koet vrij, hè. Ja, zo noem mijn vrachtwagen. Weep. Goldie. Zo noemt hij het spel. Achter die groene. Dan hoef ik niet volledig te stoppen. Oké. Oké, val goed mee. 24 euro. Zo gaat het redelijk snel richting Parijs. Als het verkeer een beetje meewerkt. Die zonsondergang is mooi. Oké, dat was wel, dat was echt wel mooi. Keep right, and then exit right.
Exit. Right. Wat ik grap eerst ga doen, is kijken in mijn game play. Dat is goed doorgereden, zie. Het begint net donker te worden en we komen nu in Parijs. Roundabout. Take the third exit. Exit now. Exit now. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Voilà. En we zijn gearriveerd. Dus mensen, ik ga jullie nu voorlopig stoppen. Maar mensen, merci om te kijken. We hebben weer een mooi bedrag binnen gehad van 14.346 euro. En in de volgende aflevering gaan we verder kijken hoe dat we ons vrachtwagen kunnen upgraden. Maar dan gaan we ook eerst nog eens kijken of dat we nog een speciale opdracht doen, want ik heb gezien dat
wel. Kijk, ook hier BMW. Voor een keer een goede opdracht te doen, wat dat redelijk veel opbrengt. Kijk hier: brandstoftank naar Dresden, Kopenhagen, naar Duitsland. Dus dat kunnen we in de volgende aflevering doen. Dus mensen, voor het nu zeggen we ciao ciao. En vergeet sowieso niet te abonneren op mijn Wat Dan Maar YouTube kanaal. En een keer, of vergeet ook mij niet te abonneren. Dus mensen, we zeggen altijd later.